Yes, dames en heren. Het is donderdagmiddag 4 uur en dat betekent dat jullie eigenlijk een nieuwe aflevering van Robin Hood van ons mogen verwachten. Echter is er wat roet in het eten gekomen. We moeten helaas noodgedwongen de serie per direct stoppen. En dat komt omdat we achter de schermen een hoop problemen hebben gehad. Ja, hier balen we natuurlijk heel erg van en we voelen ons ook heel erg schuldig naar jullie toe. Dus wat hebben we nou gedaan? We hebben een video opgenomen waar jullie al heel lang om vragen. Mochten jullie deze video wederom net zo leuk vinden, dan zijn we ook nog eens bereid om hier een 2.0 versie van te maken. Bij 425.000 abonnees gaan we dat doen. Want inderdaad, de helft van jullie kijkers zijn nog steeds niet geabonneerd. Daar willen we zo snel mogelijk verandering in brengen. Dus abonneer nu even snel op het abonneerknopje. Ja. En dan kun je lekker genieten van deze video. Veel plezier. Goeiedag heren. 5 minutes later. Oké. Dat was weer heel gezellig. Ja, dat was wel gezellig. Ja, nu al spijt. Wat heb jij gedaan? Schouders voor de 11e keer uit de kom gegaan. Voor de 11e keer? Dat doe je goed. Corona rukker. Dat vind ik 11 weinig. Ja. Nou, wij gaan naar de biep. Niet jouw manier? Ja, voor mij special. Speciaal? Speciaal? Special? Price special? Medium special. Medium special en one. Voor mij mayonnaise. Nou, wie weet. Oké, vastlopen. Zo, hallo. Het ging niet goed. Hey, yo. Huh? Wat gebeurde hier? Flikt het gewoon een raam uit. Wat gebeurde hier? Holy fuck. Wat gebeurde er? Flikt het een raam uit. Maar dit flesje hoort daar. Het is een blink, joh. Wat de fuck gebeurt hier? Hé, hey, maar ligt hier nu een doppio flesje? Er ligt een doppio. Moeten we die niet even terug? Gooi die even naar binnen. Dat is wel zo aardig. Hallo? Is het heel raar dat ik het teruggooi? Dit is een studentenhuis. Dit is een studentenhuis. Hallo? Flikkert een raam eruit. Heb je een flesje uit jullie ding? Moet ik hem teruggooien? Dan flikkert hier een raam uit. Ik kan hem er doorheen gooien? Oké. Okay. Zal ik hem er doorheen gooien? Dat gebeurt vaker. Het raam staat open. Ja, maar het is toch leuk als ik hem erheen kan gooien? Maar je raam is eruit gevallen. Nee, oké, maar dat boeit kennelijk niet. Het is heel normaal als je raam eruit flikkert. Oké, dit is een heel raar gesprek. Ja, dit was een vreemd gesprek. Zijn we rare mensen of zijn wij het? Ja, het is studenten. Maar leg het maar gewoon bij de deur. Ik leg hem bij de deur. Agressieve student. Dit is heel agressief. Oh, die fles. Die flikkerde naar buiten en die fles hield dat raam tegen. Dat is naar binnen gedonden. Dat is wat er is gebeurd. Nu kan ik het een plekje geven. Snap je? Speciaal mayo ketchup? Ja, zeker. Dit is een hele mooie raam. En dat zei ik daar. Niet tactisch. Nu kan ik niet meer doen. Ja? Ziek. Ziek spul. Ja, het is wel lijp spul, hè? Ja. Nee, ja, dat wijs. Oh. Hartstikke bedankt. Soms zie je gewoon een patatje dat die tering lekker is. Dankjewel. Het is echt heel goed. Wat? Echt heel leuk patatje. Heb ik een oog voor je, oma? Ik zie dat het doen. Nou, geen neus meer. Yo. Je dopper. Dit is nu. Wat gaan we doen? Ja, dat weet ik dus ook niet. Dat vraag ik even aan jou. Gozer. Nou, wat gaan we doen? We willen toch even testen of je lachkick kan inhouden. Ja, nadat je hebt gedaan wat wij net hebben gedaan. Want dan kan maken. Je ook gewoon fijn door elkaar heen praten. Mag ik even wat zeggen? Okay, ja. We willen het graag informatief maken. Dat kan wel heel goed. Dat moet. Dat is een beetje een must. Als je op YouTube dit doet, dan chill dat je moeten het wel de YouTube-regels volgen. Ja, dus dat doen we vanaf nu alleen maar. Ja, experiment. Experiment nummer 1. Kun je je lach inhouden? Als het als moet. Je in een gênante sociale situatie komt. Maar even serieus. Dit moet toch wel het meest rare format uitleg überhaupt al zijn geweest? Niemand snapt eigenlijk wat we gaan doen. Snap jij wat we aan het doen? Goos, ik snap er niks van. Het idee was gewoon van... Het is lastig om je lach in te houden. Ja, en dus, als iemand zeg maar in de groep staat... En dan kon er random iemand tegen je aanpraten, kun je die ander een beetje in een kutsituatie ja, brengen. Ja, precies. Voor het blok zetten. Maar je mag dan niet lachen. Yo. Hey. Is het lekker? Ja, gaat goed. Ja. Mooi. Ik ik heb het gehoord van je vriendin, man. Ja. Sorry. Zuur, ja. Ja. Ja, heel ja. Maar jij... Ze gaan die dingen. Je had niks door. Ik had niks door. Ik wist van niks. Ik hoorde ook van niemand.
Nee, ik weet het. Ik vroeg me of ik niks door had, toch? Ja. Ik had niks door. Oké. Okay. Ja, oké, begrijpelijk. Het is wel raar dat ze nu opeens een kerel is, lijkt me. Dat was wel verschrikkelijk, ja, toen ik erachter kwam. Toch? Hoe ben jij eronder? Ik hou nog wel van hem. Haar, ja. Hem, ja. Dus ja, hoe moet ik haar eigenlijk noemen? Haar of hem? Pieter nu. Pieter. Ja. Dat leek het meest op Rachel. Ja, nee, snap ik. Wat wil je wat? Nou, doe hem de groeten. Oké. Okay. Ja. Dit kan niet. Dit kan niet. Ik zat ook met. Ik word helemaal gek in die tafel, gast. Ik zit al voordat je komt, ze kan helemaal. Boekje lezen is raar, ze hebben nu door dat je... Okay. Ik zag je aankomen en jij zat al zo... Ik werd helemaal gek aan die tafel, gast. Zweet aanvallen, ouwe. Ja, maar ik had ook niet... Ik word zo para van die shit. Ja. Het is echt niet oké. Okay. Ik zit ook met 10 dingen tegelijk. Sta ik daar. Hebben ze nou door dat de camera zo... Oh man. Dit is niet goed voor mijn gezondheid, nee. Denk ik. Ken je mij nog? Ja. Jij mij vroeger gepest, dat weet ik nog heel goed. Ah ja. Dat jij mij vroeger gepest hebt. Ja. Hoe is het nu met je piemel, hoor? Je gaat, zie jij nu weer grapjes zitten maken over mijn piemel? Had je nog wat te melden? Of? Nou, volgens mij liep jij hier naartoe. Ah ja. Tot was de volgende keer. Hey, ja, Martijn. Hey man. Is lekker? Ja, lekker met jou? Ja, gaat goed, man. Mooi. Lekker in de bieb aan het chillen? Zeker. Is het bij het lezen? De bibliotheek van de ongeschreven verhalen. Wat meer lezen? De bibliotheek van de ongeschreven verhalen. Dat is dit ook. Ja. Maar oh, trouwens. Wat? Fucking lijp. Laatst een mug beet op mijn pik. Wat? Een mug? Hoe groot is die kans? Wat? Ik weet hier helemaal geen raad mee, merk ik. Oké. Okay. Dus een mug ik had heeft jou gestoken. Ik had een mug gebeten op mijn pik. Nee, dat hoor je niet vaak. Dat is ook wel vreemd. Maar hoe groot is die kans? Zo groot als je lul. Oh, dit was een grap. Hè? Ja, klopt. Dat was een grap. Dat was een grap. Een hele rare grap. Ja, dat was ook een vreemde grap. Dat doe je vaker, dan loop je er niet toe. En dan ga je gewoon een grap vertellen. In het echt is die grappig. Heb jij nog suggesties? Nee, maar ik zit net even te denken. Ja, weet ik eigenlijk niet. Ben je een rare klant? Oh. Hoe is het met je boek? Ik zal dit vragen. Yo, is goed? Hey. Hoe is het met je boek? Dit boek of mijn boek? Oké, sorry, man. Ik ga weg. Ah. Hoe is het met je boek? Ah, oh, mijn god. Hé. Hey. Hey. Hoe is het? Goed. Ja. Goed, man. Mijn man. Ik moet er elke keer zo aan jou denken. Aan wat? Je hebt mij ooit zo'n mop verteld. Een hele goeie. Ja. Zou je die nog één keer voor mij kunnen vertellen? Ik zoek hem de hele tijd in mijn hoofd. Ik krijg het verhaaltje niet compleet. Ja, de Eredivisie. Ja. Die heeft een juichprobleem nu, hè? Er mag niet meer gejuich worden in de stadions. Wat dan? Ja, dat is nu door de corona en zo.
Maar ja, Feyenoord verwacht geen problemen te ondervinden. Nee, ik bedoelde echt een andere mop, man. Dat was ook voor de corona. Oh. Nee, ik vond deze niet zo nice, man. Dat is een goeie, toch? Ja. Maar die bedoelde ik niet. Je moet ook zo'n moppetrommel. Het is wel zo leuk om jou een feestje te hebben, gekkie. Het is wel goed zo. Nee, kon je nog heel even nee, die mop. Ik ben niet je klaantje. Heb okay. Ik niet. Oké, ik heb toch wel een mop. Oké. Ga zitten. Sorry. Hoe vond je het gaan vandaag? Hoe vond je zelf dat het ging? Het ging kut. Ja, het was echt tyfus eigenlijk. Ja, het was ook moeilijk. Ik ben blij dat het is afgelopen. Moeilijk om elkaar in gênante situaties te brengen, terwijl je een beetje wat hebt gebruikt. Maar je snapt ook de hele situatie niet eens. Nee. Dus en paranoia, je hebt 9 verhalen tegelijk. Oeh. Dat zit die man rechts achterin naar mij heb te kijken. Verhaal die zijn van de AIVD. Nee, Ja? Oh, sorry, grapje. Wil jij nog wat zeggen? Nee, ik wil het net aan jou vragen. Oké. Okay. Ik ben best oké eigenlijk. Zullen we uit de shot gaan lopen? Ja, echt typisch lekker. In het zonnetje. Ja, inderdaad. 3, 2, 1. Niks. Tot volgende week. 3, 2, 1. Wow, zo dood.